ben Olaf, vierdejaars geneeskundestudent hier in Groningen. Voor mijn masteronderzoek, waar ik ook een scriptie over schrijf, heb ik onderzoek gedaan naar patiënten met longkanker en de inzet van palliatieve zorg. Longkanker is een ingrijpende ziekte waarbij vaak de diagnose pas laat gesteld wordt en mensen die de diagnose krijgen nog maar kort te leven hebben. Dus waar ik onderzoek naar heb gedaan is wanneer die palliatieve zorg ingezet moet worden en of het vroeg inzetten van die zorg nou effect heeft. Voordat ik met deze grote studie aan de slag ging, heb ik eerst wat mensen met longkanker geïnterviewd. Het mooie daaraan vond ik dat je in heel direct contact staat met patiënten die toch in een hele kwetsbare periode van hun leven zitten. Maar dat toch op zo'n manier op in moet kunnen spelen en op zo'n manier mee om moet kunnen gaan. En ik denk dat het een hele goede oefening is later om als arts aan de slag te gaan. Maar ook een verrijking voor jezelf als mens. Vervolgens ben ik nu heel lang aan de slag met een database, een grote database. En daar ben je met statistiek bezig, daar ben je bezig met schrijven, daar ben je bezig met literatuuronderzoek. Dat zijn ook allemaal kanten van onderzoek die ook gedaan moeten worden. Ik vind het zelf heel erg belangrijk dat dit soort onderzoek ook gedaan wordt, omdat juist in een groot logziekenhuis zoals het IMCG kritisch gekeken moet worden. Goh, hoe organiseren we dit nou voor de patiënt zo goed mogelijk en zo efficiënt mogelijk, maar ook waarbij de patiënt nog centraal staat. Geneeskunde is een hele mooie studie omdat je aan de ene kant heel sterk leert hoe zit iets nou in elkaar. Maar aan de andere kant ook het menselijk contact leert. Maar ook hoe doe ik lichamelijk onderzoek, hoe voer ik een consult, hoe heb ik contact met een patiënt. Maar daarnaast ook heel veel onderzoeken, mogelijkheden om onderzoek te doen. Aan de ene kant in het buitenland. Ik ben zelf gedurende mijn studie 3 maanden in Nepal geweest om onderzoek te doen in een kinderziekenhuis. En ik ben afgelopen jaar 2 maanden in Zuid-Afrika geweest en heb ik meegelopen in een kinderorthopedisch ziekenhuis. En dat werd vanuit de faculteit allemaal ook aangemoedigd. Dat is een hele mooie kans om je naast de studie ook nog verder te ontwikkelen. Wil je aan de ene kant het menselijk lichaam nou helemaal begrijpen en doorgronden en aan de andere kant ook het menselijk contact in je dagelijks werk hebben en die twee combineren met elkaar, dan is geneeskunde in Groningen misschien wel wat voor jou.